Snel hierin. Hopelijk gaat niemand mij aanvallen. Er ging net iemand naar binnen hier. Wow, 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 ik hoor iets. Nee, what the fuck? Yo mensen, mijn naam is Damon en welkom terug bij weer een gloednieuwe Lord of the Rings Mod Survival episode van Functional. Jongens, ik sta hier serieus omringd door van alles en nog wat buiten. Nee, oh, moet je kijken. Wat een leuk plaatje. Maar in ieder geval, er staan allemaal trolls en shit buiten. Maakt niet uit, ik ben in het huisje gevlucht in de vorige episode. Mag ik even die XP oppakken? Yes, thank you. Dus, ik wil deze episode. We zijn nog in Angmar. En hier, deze huisjes zijn nieuw. Of nou ja, die niet nieuw, maar ik heb ze nog nooit gezien. Dus jongens, mijn voorstel voor deze episode is... Ik moet natuurlijk nog steeds die twee questen doen. Even kijken, die en die. Oh, hiervoor moet ik wel orks verslaan, oké. Want dit is gewoon spawn. En spawn betekent gewoon van alles. Een troll, een warg, maakt niet uit. Maar hier moet ik specifiek orks of Angmar orks voor verslaan. Moet het doen zijn, want wij hebben dikke Galvorn armor. Ziet er niet tof uit, zoals ik had gezegd. Het lijkt gewoon op... Ja, Iron Armor met een zwart-grijs kleurtje. Maar weet je, we moeten het er maar mee doen. Mijn vleugeltjes zijn weg. Helaas, we kunnen niet meer vliegen, jongens. Maar we hebben nog de draak. We hebben nog deze draak. Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit aanpakken? Ik bedoel, als ik naar buiten ga, word ik meteen... Even kijken, daar staan twee trollen. Ik word meteen belaagd door van alles en nog wat. Waar is het volgende huisje? Want daar wil ik ook heen rennen. Oh, echt? Vlak naast me. Kan ik jou slaan door hierheen? Wacht, heb ik een boog? Ja, ik heb een boog. Heb ik arrows? Oh shit, ik moet die controls weer doen. Goddammit jongens, altijd. Jee, hoppakee. There we go. Kan ik schieten? Heb ik arrows? Oh, jongens, komt ie. Check dat hoofd dat hij tekt als hij geraakt wordt. Heb ik geen arrows meer? Was dat het? Oh, goddammit. Nou, we hebben in ieder geval een beetje gehit. Ik ga gewoon naar buiten, jongens. What's the worst that can happen, right? Wat is het ergste dat kan gebeuren? Get out of here. Hey, hoppakeetje. So easy, jongens. So easy. Oké, snel hierheen rennen. Snel hierin. Hopelijk gaat niemand mij aanvallen. Er ging net iemand naar binnen hier. Wow, 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 ik hoor iets. Nee, what the fuck? What happened? Wie blaast dat huis op? Gast. Oh, was dat zo'n zelfmoord ork ding? Ork, wat is, hoe heette die dingen? Berserkers. Are you serious? En ik wou hierin schuilen. Nou, oké, dan niet, hè. Goddammit. Wauw, wat een loot. Wat een loot. Wat een scheithuizen zijn dit, hè. Get out of my face, bruh. Of een bombardier, die bedoel ik. Geen berserker. Ik dacht die berserkers heten, maar blijkbaar niet. Daar ligt nog een axe. Ik heb nog een throwing axe, jongens. Moet je dit zien? Misschien kan ik die wel een keer proberen te gooien op iets. Kijken. Daar is nog een huisje. Volgens mij hier toch ook nog? I don't know. Oh, ja, gooi maar. Gooi. Gooi dan. Oh, dat doet me niks, bruh. Gooi nog maar een steen. Oh, toch eentje? Ik voel toch niks. Hey. Niet te vaak, want dan gaat mijn armor kapot. Maar dat is dus die Galvorn armor, jongens. Die protect dat. Daar ben je immuun voor. Alle projectiles, dus speren, blijkbaar ook stenen, arrows, whatever ze allemaal op je gooien. Je kan er niet door gehit worden, dus dat is zo chill. Holy shit, get out of my face. Ik vind deze, oh, deze Rudauer, die vind ik wel vet. Die ziet er tof uit. Moet je kijken jongens, die armor is sick. Die armor is echt sick. Ik ga dood trouwens, fuck. Oppassen, oppassen, oppassen. Even eten. Nee! Doei! Oeh, ik was net klaar met eten. Toen kon ik net weg. Sorry voor mijn gepiep. Of wat was het? I don't know. Gooi maar gewoon stenen. Kijk jongens, nu kan ik ook gewoon niet doodgaan door als iemand op mij schiet of zo. Als ik low health ben. Dan oh! Oké, nu wordt het wel een beetje close. Ik ga weer dit huisje in. Ik moet weer dit huisje in. Jongens! Niet het huis kapot maken, please. Doei! There we go. Oh shit! Ik kan gewoon de deur open doen. Jongens! Doe niet! Opdonderen. There we go. En hij doet zo. Hij doet gewoon de deur achter zich dicht. Hé, hey, wat netjes. Oh nee! Oh, ik hoorde dat binnenkomen, maar ik zat aan mijn rug te krappen. Oké, laat maar zitten. Hoe gaat het met de quests? Hoe ver zijn we? 4 van de 23 en... Oh, deze hebben we klaar. Deze is klaar. 18 van de 18. Dus we moeten nog 19 orks verslaan. Dus die Raudar mensjes, die tellen daar niet mee. Of die tellen daar niet voor. Dus we moeten specifiek orks hebben nu. No problem. We can fix, we can fix. Auw. Hoe de fuck hitte jij mij? Oké, die trolls moet ik ook even... Ah! Oké, ze hitten wel hard, man. Maar armor is niet zo goed. Ik zat te bedenken, jongens. Eigenlijk, ik heb nu Galvorn armor. Dus het beste zou zijn als ik dit ook nog allemaal zou enchanten met dikke protection shit. Dat zou echt het beste zijn. Dan heb je dikke Galvorn armor, dus ben je immuun voor arrows en shit. En dan heb je ook nog dikke protection. Dus eigenlijk moet ik dat doen. Maar ja, dan moet ik een fucking... Een enchantment table en boekenkast en zo. Man, dat heb ik nog nooit gedaan in deze in seizoen hiervan. Auw! Huh? Kom ik nou ineens daar?
Ik werd ineens naar links geduwd. Jongens, ga even weg voor mijn huis, ja. Ik claim het nu ook gewoon als mijn huis trouwens. Sorry, niet erop. Ja, je kan schieten wat je wil, maar ik word toch niet gehit. Ik word toch niet gehit, bro. Schiet maar wat je wil. Ik vind het allemaal prima. Kom, we gaan even wat critical hits doen zo. Jongens, jullie... Wow. Oké, door jou kan ik wel gehit worden. Man, die... Wacht, kan ik dat opzoeken? Hoe heet die nou? Shit, ik ben het alweer kwijt. Shit, ik kan niet uitspreken. Ru! Dit! Niet? Kan je geen Rauwedar armor maken? Laten we op chestplate zoeken. Oh, jongens! Oké, ik moet echt oppassen nu. Ik moet even dirt hiervoor zetten of zo. Ik heb nog dirt. Ja, zeker. Oké. Hoppakee. Ja, dat is ook goed. Prima. Even kijken. We gaan op chestplate zoeken. Zit hier ergens een Rauwedar of iets armor tussen? Gemsbok? What the fuck? Is dat Gemsbok? Dat is toch zo'n... Dat is toch een nee, is dat een bok? Met van die horns. Zo'n hert ding. Blijkbaar kun je er ook armor van maken. Oké. Bone chestplate. Wat? Serieus? Kun je van bones een chestplate maken? Dat is sick. Oh, dit ziet er ook wel vet uit. Mithril, gold trimmed, silver trimmed. Optumno armor, holy shit. Dude, bone chestplate, really? Ik heb bones. Kun je dat gewoon hierin maken dan? Gewoon zo. En dan zo? Really? Ja, ik ga het niet gebruiken, maar... Of een helm dan. Hoe ziet dat eruit? Ziet dat ook cool uit? Huh? Dat lijkt naar een hoofd. Het is ook echt een hoofd, volgens mij. Een half hoofd. Nou, jammer dat ik dat niet kan dragen. Of nou ja, ik kan het wel... Oké, ik ga er eentje maken. Wat doe ik anders met Warkbones? Helemaal niks. Hoppakee. Zo, there we go. Zo, niet erop. Die mag weg. Ik wil alleen even kijken hoe dit eruit ziet, oké? Wow, mijn boog is... Waarom is mijn boog zo groot? Volgens mij moet ik dan even zo doen. Zo, nu is hij weg. Holy shit. Oké, hoe ziet dat eruit, jongens? Hoe ziet dit eruit? Auw. Ja. Wat verwacht ik? Wacht, dragen hun dat? Wacht, dragen die Rauwedar mensjes een bone? Dragen die bone armor? Wacht, ik ga eens even inspecteren. Hoe zien jullie eruit, jongens? Oh, niet jij. Ik bedoel zo'n warrior ding. Zo'n andere dude. Schiet maar. Er gebeurt toch niks. Gewoon schieten. Mag van mij. No problem. Kom hier, bruh. Come get it. There we go. Jongens, ik voel me zo'n cheater. Omdat ik gewoon niet word gehit door die shit. Het voelt alsof ik aan het cheaten ben. Maar nee, het is gewoon allemaal legit. Kijk dan. Zelfs als ik voor hem sta. Hij doet niks. Of hij doet niks. Hij kan niks. Hij doet niks tegen mij. Sorry, niet erop. Hoppakeetje. Ik moet orks hebben, jongens. Dus die moeten we verslaan. Ja, deze. Is dat een... Dat lijkt op een bone helmet. Volgens mij is dat een bone helmet, jongens. Dus die dragen dan gewoon een full set van bone shit. Bone, hoe noem je dat? Bone equipment of zo, I don't know. Lijkt me niet heel sterk hoor. Ik heb net niet opgelet hoeveel shit ik ervan kreeg, maar... Ik ga wel bijna dood. Oh! Oh, ik moet naar binnen, Woe! There we go. En we zijn weer safe. Even wat eten, jongen. Waar is mijn eten? Oh, hier. Ik dacht al. Ja, weet je, het is nu wel zonde. Want kijk, mijn enige probleem nu is... Of nou ja, probleem, mijn enige klacht eigenlijk nu... Is dat het er gewoon zo stom uitziet. Ik wil er gewoon cool uitzien. Ook al met mijn zwaard en shit, zie ik er nog steeds stom uit. Dus zal ik deze armor nou aan kon passen of zo. Maar kan ook niet. Ja, of ik moet mijn Dolan Rough Armor enchanten met projectile, of projectile protection. En dan vet hoog, maar dat blokkeert ook niet alles volgens mij. Dus ja, dat is een beetje jammer. Hoeveel orks moet ik nog? Oh man, ik moet er nog best veel. Oké, laten we dat even gaan doen. No problemo. Ik kan alles aan, want ik word toch niet gehit. Get out of my face, bruh. Sodemiet erop. Easy. Easy game, easy life. Oh. Deze zijn wel wat nader. Maar gewoon al die archers daar. Dude, archers kunnen gewoon niks. Dat is zo OP. Ik zeg het steeds weer, maar het is zo OP dat archers gewoon niks tegen je kunnen. Ook gewoon, als je dit in Project Mother Earth zou hebben. Dan kunnen archers gewoon... Shit. Goddammit. Maar archers kunnen dan niks. Kunnen niks. Ze kunnen je niet raken. Ze kunnen niks. En ik bedoel, als ze dan ook nog geen zwaard hebben, dan kunnen ze helemaal niks. Dus ja. Wow, ik zit in een tundra. Wat doe ik nou weer in een tundra? Waarom span ik in een tundra? Man. Dat is wel raar, toch? Ho, wat zijn jullie? Jongens. Ho, even. Gundabad. Oh, really? Gundabad, ja. Dat is cool. Hey, ga eens even weg. Zo, dan moet jij eens even lekker op. Die had een kruisboog, man. Maar die deed ook geen damage. Helaas.
Hoppakee. Zijn het Goonabad, ja? Had ik daar ook niet een quest voor? Wacht, had ik daar een quest voor? Ja, hier. Goonabad. Dus hier kunnen we Goonabad shit verslaan. Nee, dat is ook handig. Maar dat is een dik lang quest. Dan moet ik er 26 van verslaan. Dus ja. Weet je wat, jongens? We hebben één quest voltooid. Dus laten we die gewoon in gaan leveren. Wij hebben deze voltooid. Deze. Bij Laurelin. Laurelin. Bij de High Elves. Dus we gaan even kijken waar die quest zich bevindt. Ik denk hier dus. En dan... Daar is ze. Dus ik ga hierheen fast travelen. Oh, 6 minuten nog. Oh, come on, man. Ik moet die fast travel timer eraf halen, denk ik. Anders dan moet ik steeds... Volgens mij, wat is het? Volgens mij is het hier dus 2 uur dat je moet wachten. En dan bedoel ik niet in Minecraft tijd. Maar gewoon echt in de normale tijd. Je moet 2 uur wachten. 2 uur online zijn op Minecraft. En dan mag je teleporteren. Ik zit niet in game mode! Oh, come on. Oh, dan doe ik het weer. Ik heb game mode ingetypt. Ik weet alleen niet of het werkt. Ik weet niet wat er gebeurt. Hallo? Yes! We did it. Yay. Oké, we zijn in Linden, jongens. We zijn weer een soort van thuis. Daar zijn quests. Ik moet even kijken welke kant ik op moet. We moeten naar die kant. Een beetje deze kant op. Dus daar moeten ze ergens staan. Als het goed is, krijg je daar alleen maar silver coins voor. Dus wat ik al zei, vind ik een beetje jammer. Maar ja, wat doe je eraan? Ik had gewild dat ze echt dikke elfen shit gaven. Gewoon dikke elfen armor. Jij bent het niet, hè? Nee, dat is Eol. We moeten Eol niet hebben, jongens. We moeten Laurelin hebben. En ik denk dat we gewoon aan deze kant moeten blijven lopen. En dan komen we er wel. Dan komen we er wel. Even kijken. Oh, huh? Ben ik er al voorbij? Dan is het nu naar boven. Waar zijn jullie dan? Waarom zie ik hun boekje niet? Oh, daar zijn ze. There we go. Easy. Het is wel jammer. Of nou ja. Die boekjes die laten ze zichzelf alleen zien als je in een bepaalde afstand bent. Dus misschien was het wel handiger geweest als die afstand wat groter was. Want ja, zo ver waren ze niet. Maar ja, ben jij Laurelin? Hallo? Hey, en we krijgen coins. We krijgen dus inderdaad coins. Oké. Ik hoef geen klavertje. Als het een klavertje 4 was, had ik hem wel gewild. Maar nope. Hoppakee, geef maar die coins. Dude, het zijn wel veel coins, zie ik nu trouwens. Mega die bread, get out of here. 36 krijg je ervoor. Best wel prima, best wel prima. Eigenlijk moet ik ook een keer eraan beginnen nu. Oh, sorry. ik sloeg per ongeluk. Maar eigenlijk moeten we er nu ook een beetje aan beginnen, jongens. Dat wij een army gaan fixen van Dol Amroth mensjes. Want ik wil dit seizoen weer eindigen met een dikke battle in Mordor. Dus dan komen we met de boot straks. Oh nee, oh, hoe ga ik dat doen? Want ik kan niet al mijn units meenemen op de boot, denk ik. Daar is de boot sowieso niet groot genoeg voor. Of zou ik dat kunnen doen? Ik denk dat dan iedereen door de boot heen valt. Dat is het probleem. Ik denk dat... Want jullie weten dat... Die boot, daar kon ik toen helemaal doorheen vliegen en zo. Als ik hem niet gedismount had, weet jullie nog. Dus, weet je, laten we even naar de boot toe gaan. Hoppakee. Waarom heb ik die... is die serieus? Oké, hij is roze. Wauw. Ik kwam niet op het woord. Ik haal paars en roze altijd door elkaar. Niet de kleuren hoor, maar de naam. Omdat pink is dan roze in het Engels. Dat is een beetje irritant. Daar is mijn boot. Hopelijk doet hij het nog. Alsof er een motor in zit, maar... Ja, laten we het hopen, jongens. Ik heb me toch een jeuk aan mijn neus? Ongelooflijk. Ben ik de enige die altijd zo'n jeuk aan zijn neus heeft, jongens? Oké, nee, serieus. Laat in de reacties weten. Ik ben serieus. Hebben jullie jeuk aan je neus? Ik wil het serieus weten. En dat je dan echt even dat zo moet doen. Niet dat je erin peut, maar dat het gewoon het jeukt. Oké, we zijn er weer. Hoppakee. Assemble ship. Mount. Let's go. Yeah, hij doet het weer. Let's go. Hij werkt weer, toch? Hij loopt nog wel onder water voorin, maar maakt het uit. Je maakt niet uit, toch? Nee, we gaan er weer voor, jongens. Waar waren we nou? Oh, waren we pas hier? Holy shit, we moeten nog een end varen. Ik denk dat ik gewoon offscreen, dat ik gewoon ook even een stukje ga varen met de boot. Want jongens, ik kan dit niet cheaten. Ik kan niet zomaar vliegen, want ik moet de boot meenemen. Dus ik moet dit serieus allemaal gaan varen. Maar ik denk dat ik dan offscreen een stukje verder vaar. Dat we bijna bij Mordor zijn. En dan moet ik dus... hoeveel heb ik daarvoor trouwens? Gondor? 81. Wauw, ik heb meer voor High Elves. En Goonabad dan min. Maar ik heb meer voor High Elves dan bij Gondor. Terwijl ik bij Gondor hoor. Hoeveel heb je ook weer nodig voor units, jongens? 100? Volgens mij 100 tot 150. Volgens mij kan je bij 150 dan archers huren of zo. Dacht ik. Dus dan gaan wij Dol Amroth mensjes huren. Dat is wel sick. Ik denk dat ik voor... Ja, ik wil zeggen, ik ga voor een paardenleger dit keer. Maar dat heb ik al een keer eerder gedaan. Volgens mij was dat in Project Mother Earth zelfs. En toen werkte het echt totaal niet. Dus ik moet gewoon die, hoe heet die?
die Gondor Tower Guards hebben met die speren. Die zijn zo sterk. Dus dat ga ik dan doen, jongens. Dan ga ik iedereen proberen op de boot te zetten. Maar moet ik hier doorheen of niet? Ho, 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 ho. Slow down. Slow down. Slow down. Even op de map kijken, hoor. Nou, daar staat helemaal niks. Laten we dat maar niet doen. Want dan komen we waarschijnlijk ergens waar we niet uit kunnen. There we go. Maar ik ga dan, zeg maar, ik ga dan op de boot staan. Dan blaas ik op mijn hoorn. Dus dat iedereen naar mij toe trekt. Dan hoop ik dat ze blijven staan. Ook al is het allemaal dan op een heel klein stukje, maar ik hoop het. En dan, ja, maar ik denk dan als ik dan mount ship doe, weet je wel, dat ze dan allemaal doorheen vallen. Dat is een beetje jammer. Als iemand het weet, laat het weten in de reacties, jongens. Want ik denk dat als ik dat ga proberen, dat het dan fout gaat. Dus dat is een beetje jammer. Daar wil ik ook geen tijd aan verdoen eigenlijk, als het niet werkt. Maar hoe ga ik dan dat hele leger daarheen krijgen, als ik met de boot erheen wil? Jongens, iemand, suggesties, laat het weten in de reacties. Ik ga hier de episode eindigen voor vandaag, jongens. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, druk op dat blauwe duimpje omhoog. Zeker niet vergeten, dat helpt mij heel erg. Het zou tof zijn als we weer de 200 likes konden halen, jongens. Dat halen jullie altijd wel. Een dikke baas dat jullie zijn. Jongens, nogmaals, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te volgen op Twitter en Instagram. En dan zie ik jullie vrijdag om 6 uur weer bij een nieuwe Lord of the Rings World episode. Jongens, nogmaals, bedankt voor het kijken. En ik zeg... Shit, ik botte. En ik zeg, later!